De John F. Kennedy-laan in Eindhoven is vanaf vandaag tussen de Ring en de Vellenoord afgesloten voor al het verkeer. Er wordt namelijk gewerkt aan de opbouw van Park Hilaria. De kermis zal op een paar plekken anders zijn dan vorig jaar. De organisatie heeft bijvoorbeeld dit jaar ervoor gekozen om de dance tent te veranderen in een poppodium. Laripop is een poppodium met gezellige bands en live muziek. Ook de Joe Borelli Show zal daar te horen zijn. De circus tent die 5 jaar achter elkaar op de nostalgische kermis stond, komt dit jaar ook niet terug. In plaats daarvan krijgt de mascotte van de kermis, Larie de Kanarie, naast zijn nest nog meer plek. Hij had vorig jaar al een mooi Larie nest gekregen en dit jaar wordt dat terrein nog mooier uitgebreid. En zal er ook een avondprogramma plaatsvinden waar wat als Larie naar bed is, nog wat andere vreemde snuiters 's avonds op het terrein zullen verschijnen. Volgende week vrijdag om 2 uur begint Park Hilaria en bezoekers kunnen dan 10 dagen lang genieten van alle wilde en iets minder wilde attracties.